Nou, beste mensen, allemaal van harte welkom op deze 123e Radboud Grand Round. Misschien kunnen jullie boven iets aan het geluid doen, want ik hoor mezelf terug. Maar ik probeer rustig door te praten. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En volgens mij heel verstandig, want het gaat een hele bijzondere Grand Round worden, waar ik in ieder geval enorm op verheug. Ook fijn dat mensen thuis of op het werk meekijken. En later ook terug te zien op ons YouTube-kanaal. Want we zijn ontzettend blij dat we vandaag Thomas Maal in ons midden hebben. En Thomas, ja, we kennen elkaar al wat langer en jij doet ongelooflijk mooi werk op de relatie tussen 3D-technologie en gezondheidszorg. We hadden het net al eventjes weer over hoe houden we de zorg nou toekomstbestendig en wat kan daar de rol van 3D, AI en andere dingen van zijn. Nou, daar ga je ons allemaal in meenemen. We zijn erg benieuwd. Je hebt gestudeerd in Utrecht, begreep ik, een soort voorloper van technische geneeskunde. En je bent gepromoveerd hier in het Radboud UMC. Je bent nu hoogleraar. Je bent leider van het 3D-lab. Je bent ontzettend actief. Ook vooral in de samenwerking, begrijp ik, met andere UMC's. Je werkt ook een dag in de week in Amsterdam. En probeert daar ook mensen te helpen om deze wereld te verkennen. En ik hoorde ook dat je, ga je misschien ook wel wat te vertellen, dat je ook in Afrika actief bent. Dat je zelfs een prijs van de WHO hebt gekregen met jouw team. Met je 3D-lab. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar je verhaal en ik zie dan uit. Voor de mensen thuis, verzamel de vragen eventjes die u heeft. U kunt ze gewoon in het berichtenverkeer daaronder kunt u ze invullen. Zie ik ze straks op de iPad en dan kunnen we die vragen ook stellen aan Thomas. Maar Thomas, het woord is aan jou. Dankjewel, Jan. Voor de hele aardige introductie. En een eer en heel leuk om hier het verhaal van ons 3D-lab te mogen vertellen van het Radboud UMC. Ik heb de titel van idee tot implementatie genomen, omdat dat echt vertegenwoordigt volgens mij wat we binnen het 3D-lab doen. We proberen vanuit een idee in samenwerking met onze klinische partners, en die samenwerking is enorm belangrijk, echt tot implementatie en opschaling te komen. En ik ga jullie proberen dat in dit verhaal uit te leggen en jullie mee te nemen in onze reis. Toen ik het 3D-lab in 2006 samen met het hoofd van de afdeling mond-kijk-aangezichtchirurgie startte, was ons doel al om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar dat ook daadwerkelijk te implementeren in de patiëntenzorg. En het mooie van 3D-technologie is dat we oplossingen op maat kunnen bieden. Dus als iemand zijn arm breekt en die heeft een complexe fractuur, dan kunnen we natuurlijk voor standaard platen kiezen, maar in complexe gevallen kunnen we ook een titaniumplaat op maat maken met een 3D-printer en zo een echt patiëntspecifieke oplossing bieden. In de video die jullie hier op deze slide zien, zie je dat die samenwerking tussen de technisch geneeskundige, ik ben een voorloper van de technisch geneeskundige, en de artsen enorm belangrijk is. En dat is wat ik gemerkt heb aan het begin. Ik ben gestart met een promotieonderzoek. Typisch zit je dan vier hoog, veel onderzoek te doen, veel te lezen. En wat ik vooral wilde is ook daadwerkelijk meekijken in de kliniek. Dus ik ben bij de artsassistent in de opleiding gaan zitten. En ben veel meegeweest naar de OK. En de artsassistenten keken ook veel bij mij mee. En daarom denk ik dat het een enorm succes geworden is. Het begint bij ons altijd met 3D-technologie die we van onze patiënten verzamelen. Het kunnen 3D-oppervlaktescans zijn die je hier ziet. Alle CT, MRI, dit is een comium-CT. En binnen de mond-kijk-aangezichtchirurgie maken we ook steeds vaker gebruik van intraorale scans. Dit gebruiken we al 10 jaar inmiddels. En zo kunnen we het hoofd eigenlijk volledig virtueel vastleggen en de operatie al simuleren voordat we daadwerkelijk de patiënt gaan behandelen. En ik zeg ook vaak, 3D-technologie is, daarmee kunnen we het de eerste keer goed doen. First time right. En het is, we spelen de wedstrijd eigenlijk al voordat het eerste fluitsignaal begonnen is. Naast 3D-beeldvorming doen we veel met 3D-printers natuurlijk. Heel mooi. We hebben net een nieuwe printruimte die we gaan inrichten binnenkort. Waarschijnlijk zelfs met een ISO-certificering, zodat we medisch gecertificeerd kunnen gaan printen. Echt een professionaliseringsslag die we hier binnen het Radboud maken. En rechts zie je een hele simpele printer, waar bijvoorbeeld een printer van een schedel 24 uur duurt. En linksboven zie je een van onze nieuwste technologieën, het printgebied. Waarbij we een Eiffeltoren hier zien om 10 centimeter binnen 6 minuten 20 kunnen printen. En dus dat betekent als iemand met zijn fiets valt onderweg naar huis, zijn voortanden afbreekt. En we hebben bijvoorbeeld al een intraorale scan of met AI kunnen we de tanden mooi reconstrueren met een druk op de knop. Dan kunnen we de tanden
noodkronen in dit geval, 3D-printen. En ze bevestigen in de mond van de patiënt. Technologie maakt enorm veel mogelijk. Nou, hoe werken wij nou? Ik heb het niet voor niets van idee tot implementatie genoemd. We beginnen altijd met een idee uit de kliniek. Vraag gestuurd vanuit de kliniek. Waarbij de klinicus samen met iemand vanuit ons 3D-lab eigenlijk met zo'n idee komt. We kijken in een pilotstudie of iets daadwerkelijk gaat werken. Proberen eigenlijk heel snel aan de voorkant in een iteratief proces te kijken of iets werkt, of we aan kunnen tonen dat het werkt. En dan gaan we op zoek naar mogelijkheden om dit te financieren. We verbinden daar veel onderzoek aan, dus veel promotieonderzoeken die op dat vlak binnen ons 3D-lab actief zijn. En belangrijk, steeds belangrijker is ook om te evalueren, werkt het dan? En wat is de health technology assessment? Zodat we daadwerkelijk later dat ook kunnen gaan implementeren en kunnen gaan opschalen. Een mooie ontwikkeling hier binnen het Radboud is bijvoorbeeld de Radboud Technologies. Wij zijn veel met softwareontwikkeling bezig, veel met AI. En hoe mooi is het als we dat kunnen bundelen in een Radboud Technologies, waarbij we van elkaar kunnen leren. En met elkaar, bijvoorbeeld de AI-hub in dit geval, veel makkelijker een introductie naar de markt kunnen maken en onze waarden veel sterker kunnen vergroten. Zodat we een brede implementatie kunnen realiseren. Ik ga jullie wat mooie voorbeelden daarvan laten zien. Ander belangrijk punt, heel mooi binnen het Radboud hier, is dat er nu steeds meer aandacht is voor de technisch geneeskundigen. We werken heel lang al met technisch geneeskundigen. Ik denk dat de helft van mensen in mijn team een technisch geneeskundige achtergrond heeft. En ik vind het heel mooi dat ze steeds meer binnen de kliniek kunnen doen. En ik heb ook laatst de nieuwsbrief en ik ben ambassadeur voor de technisch geneeskundige werkgroep. Ik ben er heel trots op dat dat steeds meer plaats binnen het Radboud krijgt. Nu ga ik jullie meenemen naar de kliniek en hoe we dat dan organiseren en doen. Ik neem jullie mee naar het eerste voorbeeld waar ik zelf heel actief binnen ben geweest. Is de orthognathische chirurgie van de mondkijk-aangezichtchirurgen. Hier zien jullie de röntgenfoto's van mijzelf en de tandmodellen ook van mijzelf. En vroeger toen wij een kaakoperatie uitvoerden, deden we dat op basis van deze foto. Nou, bij mij is het allemaal goed gekomen zonder operatie. Maar je moet je voorstellen, het zijn patiënten die vaak gepest worden vanwege hun uiterlijk. De orthodontist krijgt het niet opgelost om de tanden goed op elkaar te krijgen. En om extreme slijtage te voorkomen, voeren een operatie uit. Orthognathische chirurgie betekent de chirurgie van de rechte kaak. En voorheen deden we dat op basis van die 2D-röntgenfoto's. En vertelden we aan de patiënt, we gaan je bovenkaak 5 mm naar voren zetten. Je onderkaak volgt en je krijgt waarschijnlijk een mooi uiterlijk. En dat op basis van die röntgenfoto's. Tegenwoordig doen we dat allemaal in 3D. We leggen de patiënt vast in 3D met die intraorale scans. En kunnen met behulp van software, dit is commerciële software. Maar ik ga jullie daar ook laten zien dat we steeds meer een eigen softwareontwikkeling doen. Kunnen we die operaties binnen de computer uitvoeren, simuleren, verschillende scenario's uitwerken. Hier zie je hoe we de bovenkaak kunnen verplaatsen. We kunnen de tanden daar in occlusie, dus een goede bijtfunctie, tegenaan zetten. En toen ik de eerste planningen deed in 2006, 2007, duurde mij dit ongeveer een dag om zo'n planning te doen. Mijn collega's kunnen inmiddels binnen 15 minuten zo'n planning doen. En met AI-technologie, waar we steeds meer aan werken, denk ik dat we met een druk op de knop verschillende scenario's krijgen. Binnen de komende 3 tot 5 jaar zien die ontwikkeling dat die echt al gaande is. We kunnen ook zien dat die weken delen voorspellingen steeds beter worden. Dus we delen met onze patiënt wat we doen. En het is ook een gezamenlijke beslissing samen met de patiënt welk type operatie we uitvoeren en wat voor een effect dat op het uiterlijk heeft. Het is niet zo dat iedereen hier kan kiezen wat voor een uiterlijk die wil. Maar we doen dat gezamenlijk met de patiënt. Als we dan zo'n plan gemaakt hebben, en in dit geval is het een wat complexere patiënt, dan kunnen we ook patiëntspecifieke hulpstukjes maken. Hier zie je een boor- en zaagmal. We kunnen alle gaatjes voorboren. De chirurg weet precies waar hij moet zagen. Oneerbiedig noem ik dit ook wel de IKEA-oplossing voor de patiënt. De mal wordt weggehaald en we kunnen een patiëntspecifiek implantaat, geprint uit titanium, wat in de patiënt achter kan blijven, plaatsen op de boorgaatjes en de bovenkaak staat in de juiste positie. Je kunt je voorstellen, zeer accuraat, snelle operaties, weinig complicaties. First time right. Typisch wat we met 3D-technologie doen. Wat wij hier in het academisch centrum natuurlijk heel belangrijk vinden, is dat we ook kijken, wat voor een effect heeft hebben die operaties. Dus wij evalueren ook al onze patiënten. We maken vaak een scan naar de hand.
En met ons softwareteam hebben we een software tool ontwikkeld waarmee we de postoperatieve beelden in kunnen laden en eigenlijk een rapport krijgen wat we elke maandag met onze chirurgen kunnen delen. En in het begin vonden ze dit helemaal niet leuk, want wij als jonge broekies gaan in één keer hun werk beoordelen. Maar zo was het niet. We zijn er echt mooi samen uitgekomen en we zien dat we daar veel sterker van worden, want we kijken nu objectief naar de resultaten. En juist als de keer niet zo goed is, dan is het heel interessant om te kijken hoe we dat kunnen verbeteren en waar dat aan ligt. Het is een hele mooie manier om objectief naar onze resultaten te kijken. Ik ga een stapje verder naar iets meer complexe chirurgie. Dit zijn de operaties bij kindjes met een schedelafwijking. Een van de schedelnaden is te vroeg dichtgegroeid. Je ziet het hier in deze animatie weergegeven. En dan krijgen we compensatiegroei, want de hersenen willen groeien, maar die kunnen niet in de breedte richting. Dus in dit geval krijg je een langwerpige schedel, totdat de schedel niet meer verder kan groeien. En als we vroeg genoeg dat diagnosticeren, dan kunnen we een minimale ingreep doen. Hier aan de linkerkant gaan we met endoscoop kijken, halen we de zieke schedelnaad weg. Eigenlijk een minimale invasieve chirurgie. En als we te laat zijn, na 6 maanden, doen we een open reconstructie. Halen we de volledige schedel eraf. En voorheen was het een puzzel die de MKA-chirurgen met de neurochirurgen samen deden op OK. Tegenwoordig doen we dat achter de computer. Is er veel discussie, maar als we naar de OK gaan, hebben we een heel duidelijk plan waar we allemaal hulpstukjes voor hebben om die operatie precies zo uit te voeren. En je ziet hier in deze animatie dat groen is een gemiddelde schedel waarvan we weten dit is de normale groei wat het kindje zou moeten hebben. We kunnen de botstukjes allemaal terugpluzzelen, zodat we normale schedelvorm en normale schedelgroei kunnen krijgen. Dan maken we een mal om dat af te tekenen. We kunnen ons plan precies zo overbrengen op de operatiekamer. Hier zie je die aftekenmal. Hier zie je het tijdens de OK. Dus de huid wordt eigenlijk weggehaald. Hier zie je de aftekenmal. Hier zie je dat we dat precies aftekenen. Dan gaan we de schedel losmaken, de stukjes loshalen en dan gaan we dat terugpuzzelen. En in het begin hadden we die nummertjes nog niet en was het een behoorlijk complexe puzzel. Nou, we leren iteratief steeds hoe we dat beter kunnen doen. Nu hebben we nummertjes. We hebben een terugplaatsmal waar die nummertjes ook in staan. Dus je weet precies waar je terug moet plaatsen. Daarna, ja, hier zie je het verschil. Dit is een zogenaamd driehoekvormige schedel, trigonocefalie. En hier zie je het resultaat. Enkele maanden na de operatie. Ja, dus echt een verandering voor de kwaliteit van leven voor deze kinderen en ook de ouders. Ook hier weer zetten we onze software. En die software, je zult het horen tijdens mijn verhaal, is steeds belangrijker aan het worden. Waarmee we eigenlijk met een 3D-foto zonder schadelijke straling na de operatie steeds kunnen kijken als die kindjes terugkomen elke 3 maanden wat de groei is. En met name in de gevallen waar we zo'n endoscopische minimaal invasieve ingreep gedaan hebben en het niet zo goed groeit, dan zou je misschien moeten overstappen naar zo'n operatie. Het is best ingrijpend. En die software helpt enorm om objectief te kijken en met ouders in discussie te gaan hoe de schedel zich ontwikkelt. We kunnen allemaal mooie kleurtjes aangeven. En hier zie je ook dat dat daadwerkelijk resultaat oplevert. We doen daar natuurlijk veel onderzoek naar, maar we zien bijvoorbeeld door 3D-technologie in te zetten bij deze operaties dat de chirurgietijd vermindert. Het bloedverlies is een stuk minder geworden, echt significant gereduceerd. En daardoor hoeven de kindjes veel minder vaak naar een IC. Kunnen ze sneller naar huis. En ik denk dat dit echt hele mooie, goede zorg is. Die ook steeds vergoed wordt. Hè. Alle zorg binnen de MKA-chirurgie, daar hebben we heel hard aan gewerkt, ook met research. Dat krijgen we gewoon vergoed vanuit de zorgverzekeraars inmiddels. Dat hebben we ook binnen Nederland verder uitgerold. Dus we werken met heel veel ziekenhuizen samen, waarbij wij veel chirurgieplanningen doen voor andere ziekenhuizen of ze op weg helpen om deze technologie ook bij hun patiënten in te kunnen zetten. Ik werk zelf enig in het Amsterdam UMC, Jan zei het al, waar we dit soort technieken in kunnen gaan zetten. Nou, misschien goed voor jullie om ook even te weten hoe wij dan gefinancierd worden. Dus deel komt uit die services die wij verlenen voor andere ziekenhuizen. Dat zijn geen commerciële tarieven, maar dat zijn wel tarieven waarmee wij ook onze innovaties voor een deel kunnen verantwoorden. Een deel komt natuurlijk uit wetenschappelijke subsidies die we binnenhalen. Ook steeds meer met defensie zal ik daar ook iets van laten zien. En steeds meer komt ook uit de verkoop van softwarelicenties of contractonderzoek wat wij op softwaregebied doen. Belangrijke tak. Onze software wordt bijvoorbeeld gebruikt in deze landen inmiddels waar we licenties verkocht hebben. Gewerkt voor Cardiac Booster, gewerkt voor Luxottica, een van de grootste brillenleveranciers.
waarbij we dan de win-win situatie zien om zo'n contract aan te gaan. Ik denk dat dat een belangrijke ontwikkeling is, zeker om continuïteit van financiering te organiseren. We werken voor veel meer afdelingen binnen het Radboud UMC. Ik laat de traumachirurgie er even uitzien, omdat we daar een hele sterke samenwerking mee hebben de laatste tijd. Hier zie je iemand die een complexe fractuur gehad heeft. Dat is teruggegroeid. En dan kunnen we een standscorrectie doen, waarbij we eigenlijk beide botten doornemen. En dit is een complexe operatie. Als je die niet plant, is het risico op complicaties of functiebeperkingen behoorlijk aanwezig. Dit bereiden we allemaal voor in 3D. Kunnen we zelfs in 4D simuleren hoe de botten langs elkaar heen draaien. Om op die manier de operatie optimaal voor te bereiden en uit te voeren. We maken hulpstukjes. In dit geval gebruiken we standaardplaten. En een hele mooie samenwerking die daaruit voortgekomen is, is de samenwerking met de afdeling traumachirurgie. Maar met name ook de militair geneeskundige zorg met Vincent Sterler. Waarbij wij samen het MANIAC-project opgericht hebben. Waarbij we ook binnen de militaire keten kijken hoe we dit soort technologie steeds verder in kunnen zetten. En hoe we ook van defensie kunnen leren. En dat is een heel succesvol project aan het worden. We hebben inmiddels 2,1 miljoen subsidie daar binnen bijna binnengekregen. Ik ga hier even overheen. Iedereen die geïnteresseerd is, neem vooral contact op. Wat we hier eigenlijk gedaan hebben, is uitgewerkt hoe we 3D-technologie, we doen veel met AI en veel met extended reality, waar ik daar ook een voorbeeld van zal laten zien, hoe we dat ook binnen de militair geneeskundige keten kunnen inzetten. Dat is een heel mooi raakvlak van ons beiden. En ik pak er eentje uit. Dit zijn allemaal projecten waar eigenlijk onderzoekers of PhD'ers op zitten. Eentje die ik eruit pak zijn de 3D geprinte splints. En hoe we typisch binnen ons 3D-lab werken om van idee tot implementatie te komen, is dat we met zogenaamde technology readiness levels werken. Dus we proberen steeds door ons werk een stapje verder richting implementatie te komen en stapjes verder richting technology readiness levels te komen. En door onze onderzoeken zo in te delen, kunnen we in de vroege fase al kijken wat we nodig hebben voor daadwerkelijke implementatie. Hier zien jullie een van de voorbeelden waarbij we 3D geprinte splints maken voor Oekraïense militairen. Deze patiënten wachten op een operatie, hebben veel zenuwpijn doordat ze complexe fracturen hebben. En door zo'n splint te maken met een Laura die scant de arm in 3D. En met onze software kunnen we een 3D splint maken. Die kan geprint worden met een snelle printer. Dus nu zetten we het met name in voor militairen, maar we zijn al de volgende stap om dit bijvoorbeeld voor kindjes in te kunnen zetten, zodat ze kunnen zwemmen ook met hun spalkjes en onder de douche kunnen met hun spalkjes. Je ziet hier, dit is een versneld, ik laat het nog een keertje zien, versneld afgespeeld filmpje van de print, maar binnen 20 tot 25 minuten hebben ze een spalk geprint met onze nieuwe printtechnologie. Ik liet al een Oekraïense militair zien, maar door de samenwerking met de traumachirurgie en ook de defensietak zien we redelijk veel Oekraïense militairen hier. Ik laat dit filmpje heel even zien aan jullie. Om te zien, even een beeld te hebben waar we mee te maken hebben. Shit. Так, перший пісок красний, давайте, дальше. Другий щит. Варвар, дуже, потерпи трохи, потерпи, друже. Вже все, вже приїхали, все хорошо. Ja, laat me jullie niet helemaal zien. Het zijn redelijk schokkende beelden, maar dit is zogenaamd casualty collection point. Gewonde Oekraïense militairen worden hierheen vervoerd. Dan wordt beoordeeld wat er met ze gedaan wordt. En in dit geval moest deze man nog een tijd doorvechten nadat zijn eerste wonden geheeld waren, omdat ze gewoon mensen tekort hadden. Uiteindelijk komen die mensen bij ons. Of worden ze verspreid over Europa, maar wij zijn een van de ziekenhuizen waar ze terechtkomen. En wat wij dan doen is een volledige planning maken. Ik denk dat het vorige filmpje. Nou, maakt het zwaar. Een hele mooie 3D-planning die we doen. Hier zie je weer de hulpstukjes die we gebruiken. Boor- en zaagmallen, waarbij we eigenlijk met een stukje bot uit het kuitbeen. Dit is een man die heeft schotwonden van een AK-47. Volledig verbrijzelde arm. En wij reconstrueren dan de arm met bot uit het kuitbeen. Vincent heeft het in dit geval gedaan. En weer die samenwerking technisch-geneeskundige Bo met Vincent om dit soort complexe casussen te kunnen opereren. Hier zien jullie het postoperatieve resultaat.
planning en de uitkomst. We zien dat dat heel mooi overeenkomt. Maar het belangrijkste is eigenlijk, deze man kon zijn hand niet gebruiken, niet bewegen. Omdat hij zo'n complexe wonde had. Ze hebben ook zenuwreconstructies gedaan. En hier in het filmpje zie je hoe hij zijn arm weer kan gebruiken en zijn handfunctie weer voor een deel teruggeeft. Hij wilde eigenlijk gelijk terug naar het front om verder te vechten, maar we hebben hem toch aangeraden om iets meer in de logistiek te gaan doen. Het is zeker nog niet volledig terug natuurlijk. Maar dit soort mooie dingen kunnen we doen, kwaliteit van leven. Weer van idee tot implementatie. Ik neem jullie mee naar wat meer toekomstgerichte onderzoeken waar we aan werken. Hier zien jullie weer een complex aangezichtstrauma. Dit is een patiënt die heeft een fractuur van zijn oogkas gehad. Is al meerdere keren geopereerd. Heeft nog steeds dubbelbeelden en komt dan bij ons in het AMC in dit geval. En wat we typisch doen is weer die operatie helemaal voorbereiden. En met een implantaat gaan we kijken hoe we dat kunnen reconstrueren. Hoe we die oogkas weer zo normaal mogelijk kunnen maken. Maar je moet je voorstellen, we maken een heel klein sneetje aan de binnenkant van het oog. Even oneerbiedig proppen we dat implantaat naar binnen en dat moeten we dan in 3D goed leggen. En hoe onze chirurgen dat doen is door gebruik te maken van navigatietechnieken. Maar dat is een pennetje die je door dat gaatje naar binnen doet. En dan moet je over dat implantaat heen strijken om te kijken of het in 3D goed ligt. Hier zie je het even in deze film en hoe dat eruit ziet. Zo ziet het op de OK er ook uit. Best complex, duurt best lang om dat implantaat goed te leggen. En daar hebben we bedacht, ook weer idee, waar we samenkomen met de chirurgen. Wij zijn veel op elkaar. Kunnen we daar niet iets anders voor bedenken? Dus we hebben een eigen instrument ontwikkeld. Dat is eigenlijk het pijltje van de auto-navigatie die je hier ziet. Waar je dat implantaat in kan klikken. Dat kunnen we laten tracken weer door het navigatiesysteem. Want daar zitten dezelfde bolletjes op. Eigen software ontwikkeld die het navigatiesysteem overneemt. En die de chirurg eigenlijk precies laat zien wat hij moet zien. Ja, het is wel grappig dat de man van wegmisbruikers ons dan verder interviewt voor de navigatie. Misschien kunnen jullie het filmpje starten. Wat we nu zien met het instrument is dat we eigenlijk live kunnen volgen waar we zitten met het implantaat. Op dat scherm. En dan kunnen we zo dus navigeren naar de gewenste positie toe die we van tevoren al gepland hebben. Nou, we zien hier dat we op dit moment enkele rode getallen hebben. Dus we moeten wat draaiingen maken om het implantaat goed in positie te brengen. En wanneer straks alle getallen groen zijn, dan weten we dat we het op de gewenste positie hebben liggen en dat we het kunnen gaan vastmaken. Zo zijn we, ja, toch? Perfect. Ja, dat is mijn collega Ruud in het Amsterdam IMC. Ik heb het samen met hem opgestart. Het is een kadaversetting. We hebben veel onderzoek hiernaar gedaan. We zien dat het nauwkeuriger is, dat het sneller is. En om weer het idee te geven van idee tot implementatie, we gaan dan eerst veel studies doen. Maar dit is uiteindelijk overgenomen door de industrie. Dus een bedrijf uit Duitsland maakt nu daadwerkelijk een implantaat. Of een instrument waar we het implantaat aan kunnen bevestigen. Ze maken een nieuw implantaat. En BrainLab, de navigatiebedrijf, heeft onze software overgenomen. En op die manier gaan we naar een wereldwijde implementatie van deze techniek. Ik ga jullie nog twee toekomstige technieken laten zien. We doen veel met 3D-printen natuurlijk. En we kunnen heel veel printen voor het onderwijs. Hier zie je hoe we iets linkerkant schedels geprint hebben, bijvoorbeeld voor een Poolse universiteit waar ze onderwijs mee geven. Hoe we onderwijs kunnen geven aan patiënten om uit te leggen wat er aan de hand is. 3D-modellen kunnen daar ook enorm bij helpen. En tegenwoordig kunnen we ook steeds meer gerecyclede materialen, bijvoorbeeld van de katkamer, gebruiken om daar printspoelen van te maken. Dus het wordt ook steeds duurzamer. Maar een mooi project wat we samen met Health Innovation Labs, want wij zitten hier in het Experience Center bij de Health Innovation Labs met onze innovatie- en research-tak gestart zijn, is de printpioniers. Eigenlijk een uitvraag aan mensen in het ziekenhuis en met name van verpleegafdelingen. Komen jullie dagelijks problemen tegen waarbij wellicht 3D-printen een oplossing zou kunnen zijn? En Health Innovation Labs heeft ons echt op weg geholpen om dat helemaal mooi uit te werken. De eerste aanvragen komen bij hen binnen. En ze hebben een beslisboom gemaakt, want we gaan eerst kijken, zijn er niet gewoon bestaande producten? Hè? We moeten niet iets gaan maken als het al bestaat en gewoon te koop is. Die beslisboom, daar zitten wij op een gegeven moment als 3D-lab bij. Als er geen bestaande oplossingen zijn. En dan komen ze bij ons. En daar komen hele leuke projecten uit. We zijn dit nu net gestart. De helft van de projecten zien we dat er gewoon een inkoopoplossing is. De andere helft hebben we 3D-printen oplossingen voor bedacht. Ik laat heel even het filmpje van de neurochirurgie zien. Ze hadden een probleem. Ze moesten een scope inbrengen en een zuigertje. En dat
was best lastig om dat tegelijk te doen. Soms deed ze dat met een tapeje. En daar hebben we een heel simpel 3D geprint toeltje voor gemaakt. Waarbij ze de zuiger en de scope in het toeltje kunnen plaatsen. En de neurochirurg kan het zo door de neus naar binnen brengen. En op die manier heel makkelijk afzuigen bij de scope. Nou, dit is iets wat we daadwerkelijk tot een product gemaakt hebben. Ook volgens de regelgeving. En wat nu geprint wordt in Ede bij een van de grootste printbedrijven. Hetzelfde voor een fleshouder waar ze dat steeds vastmaakten met tape. Op de verpleegafdeling van het Amalia. Waar we een simpel, flexibel iets 3D-print hebben. Waarmee ze het heel makkelijk aan de infuuspaal kunnen maken. En hetzelfde voor een drainclip. Die drain schoot heel de tijd los. Wat allerlei nadelige effecten had. Door een clipje te printen kunnen we dat heel makkelijk oplossen. Dus ook de verpleegafdeling is enorm blij. Ik ga verder met deze en dan ga ik naar mijn laatste voorbeelden toe. Ook weer een heel mooi voorbeeld van hoe we van een idee tot daadwerkelijke implementatie komen, is dit project wat we samen met de gynaecologie doen. In Nederland heeft 50% van de vrouwen boven de 40 jaar last van bekkenbodemverzakking, van de darmen, van de blaas of van de baarmoeder. En dat zijn behoorlijk vervelende ervaringen. Ze ervaren pijn, ze ervaren incontinentie, problemen bij het vrijen. Het beïnvloedt echt de kwaliteit van leven van deze vrouwen. En Kim Notte van de gynaecologie is bij ons gekomen. Want zij zag dat er een probleem was. De patiënten konden kiezen voor een operatie. Ze konden kiezen voor een pessarium. Maar wat ze zag is dat er altijd complicaties waren. Bij operaties 30% is er recidief risico. 10% heeft nieuwe symptomen, bijvoorbeeld extra incontinentie. Bij pessarium zijn de bijwerkingen vaak omdat het niet goed past. Of dat er drukplekken ontstaan. Waarbij 53% van de vrouwen binnen 5 jaar stopt met de pessariumtherapie. Binnen 3D-lab zijn we natuurlijk goed in het zoeken van oplossingen. Maar het belangrijkste is die samenwerking tussen kliniek en technici. Wat wij dan typisch doen is eerst onderzoek doen. Bij vrouwen die gezond zijn. Bij vrouwen met bekkenbodemverzakking, in dit geval op MRI's, om de anatomische structuur in kaart te brengen. Dan ontwikkelen we een patiëntspecifiek pessarium. Eerst een prototype. Wordt geprint, hier zie je het, heel simpel geprint. Eerste prototypes die we dan testen. En uiteindelijk gaan we conform de nieuwe regelgeving er steeds verder mee aan de slag. We hebben daadwerkelijk een doorontwikkeling van het product gedaan. Ook belangrijk om te kijken hoe die markt eruit ziet. En inmiddels werken we toe naar een gecertificeerd product, klinisch gevalideerde studies en de eerste start-up van het 3D-lab samen met de gynaecologie is een feit. En ze gaan een marktintroductie doen om dit product daadwerkelijk naar de markt te brengen. Dus ook weer een heel mooi voorbeeld van een idee naar implementatie. Ga ik toch vragen om naar dia 88 te gaan, als jullie dat willen. Ja, super. Dan sla ik de augmented reality heel even over. Die houden jullie van mij te goed. Maar ik wil afsluiten met dit verhaal. Wij zijn natuurlijk als 3D-lab, net als iedereen hier in het Radboud, steeds meer bezig met AI-technologie. En bij ons is de combinatie AI-technologie, computergestuurde chirurgie en 3D-beeldvorming en 3D-printen heel belangrijk. Een van de projecten die wij doen is binnen het Radboud AI for Health. Dus we werken ook veel samen met de DIAG bijvoorbeeld. En een van onze eerste projecten is geweest, kunnen we herkennen op röntgenfoto's, tandheelkundige röntgenfoto's, wat er aan de hand is. En op die manier eigenlijk een tandheelkundige kaart vullen, een EPD voor de tandarts. En dit product hebben we in samenwerking gedaan met een bedrijf uit Amsterdam. Dit is door een van de grote firma's overgenomen, wordt wereldwijd gebruikt inmiddels. Volgens mij 500.000 raadplegingen per week wereldwijd al. Dus je ziet dat AI echt zijn intrede aan het doen is, ook in de patiëntenzorg. Ik laat jullie een voorbeeld zien waar ik denk dat het echt meerwaarde kan hebben, ook in de diagnostiek. Bijvoorbeeld bij die vroeggeboren kindjes. Ik noemde het al, als we vroeg genoeg daarbij zijn met de diagnostiek, dan kunnen we een minimaal invasieve ingreep doen. Om een diagnose te bevestigen, moeten we de kindjes onder narcose brengen en met een CT-scanner scannen. Maar we maken ook 3D-foto's van die kinderen. En als we nou genoeg foto's hebben van gezonde kindjes in de groeiperiode, van kindjes die bepaalde aandoeningen hebben die we bevestigd hebben met een CT, dan kunnen we AI-technologie gebruiken om die diagnose automatisch te doen. En je ziet hier eigenlijk heel mooi dat we met een 98% specificiteit, sensitiviteit,
die diagnose ook kunnen stellen. En als we dit bijvoorbeeld ook op consultatiebureaus in kunnen zetten, dan kunnen we vroegtijdige diagnose doen, waardoor we hopen, en we zien het steeds verder afnemen, die open reconstructies niet meer te hoeven doen. En met dit voorbeeld wil ik afsluiten, want 3D-technologie en AI, die combinatie is enorm krachtig. En ik wil je dat laten zien aan de hand van ons project in Sierra Leone. Dat gaat erom om daar de levens van patiënten met een amputatie te verbeteren. Er zijn veel geamputeerde mensen in Sierra Leone. Sierra Leone is een van de armste landen. En wij zijn in 2018 begonnen met het opzetten van een 3D-lab. Ons idee was, we brengen daar een 3D-printer die we gesponsord hebben gekregen heen. Met name om bijvoorbeeld navelstrengklemmetjes te printen. Materialen die ze daar niet hebben. Maar de patiënten kwamen naar ons toe en die wilden eigenlijk weer lopen. Dus met name om protheses te krijgen. Maar de zorg daar is redelijk slecht georganiseerd. En dit is hoe de protheses gemaakt werden tot dan. Dus allemaal met de hand, volledig afhankelijk van de kennis van één prothetist, zoals we dat noemen. En in Nederland of in westerse landen is dit eigenlijk ook de standaard. Wat wij gedaan hebben is de samenwerking gezocht met orthopedische bedrijven hier uit de regio. En we hebben een samenwerking met een van de orthopedische bedrijven kunnen organiseren, waarbij we scans hebben gemaakt van de stompen van patiënten en de daadwerkelijke prothesekokers die goed pasten. En op basis daarvan hebben we een AI-model kunnen trainen. Dus wat we nu kunnen doen is met een scan van een patiënt eigenlijk de optimale koker maken voor die patiënt. Ik laat het jullie hier even zien. Scans die we in Sierra Leone maken, kan binnen zijn of het kan zelfs buiten zijn. En met ons softwareteam hier en ons team, en met name Merel die je net op de foto zag, zijn we gestart met de ontwikkeling van software om het zo makkelijk mogelijk te maken. Er zijn mensen die zelfs niet kunnen lezen of schrijven. Je mag de video starten. Ensuring that the manufacturing process could be managed as much as possible by our local team presented one of the biggest challenges. Therefore, over the past year, we have developed software to streamline the production process. An essential component of the design process is the AI algorithm, which predicts the shape of the below knee prosthetic socket. The algorithm is based on a data set of sockets that were previously designed by a Dutch specialist and are known to fit properly. Based on this data, the algorithm predicts a unique socket for the new patient. All the steps from 3D scanning to designing and ultimately 3D printing the socket have been integrated into one user-friendly software package. Hier zie je allemaal mensen waar ik heel trots op ben vanuit mijn team. Maar waar het om gaat is dat we dit proces zo goed gemaakt hebben met die AI en onze eigen softwareontwikkeling, dat mensen binnen 2 à 3 minuten een prothese kunnen ontwikkelen. Ze scannen hem en daarna printen ze hem. 12 uur later hebben we de prothese voor mensen. En je ziet hier op de muur precies ons werkproces uitgelegd. De prothese wordt gemaakt. En de mensen kunnen ook daadwerkelijk hierop lopen en hebben er veel profijt van. Ook hier hebben we alle iteratieslagen gemaakt. Maar de resultaten zijn enorm veelbelovend op dit moment. Veel funding gehad, onder andere van Microsoft, om onze software verder te optimaliseren. Hier zie je hoe onze software er inmiddels uitziet. Waarbij er een patiëntendatabase in zit. Alle intakeformulieren, complicatieregistraties zitten erin. Alle metingen die gedaan moeten worden zitten erin. De scansoftware is geïntegreerd. Designsoftware is geïntegreerd. En de printsoftware is geïntegreerd. Dus 1 totale oplossing. Ik zei het al, the first time right. Dat kunnen we met deze software organiseren en doen. Inmiddels zijn we in onderhandeling met orthopedische bedrijven die hier zeer in geïnteresseerd zijn. En krijgen we 21 oktober de eerste mensen vanuit Oekraïne, medewerkers die we hier gaan trainen in het gebruik van deze software om in Lviv ook deze prothese te kunnen maken. Laat ik het laatste filmpje zien, want dit zegt het volgens mij alles. In 2018, a pilot 3D lab was initiated in Sierra Leone in partnership with a 3D lab at the Radboud University Medical Center. The aim was to explore the benefits of 3D technology in a low-income country setting with a high demand of prosthetic devices. We are lack of people that know how to make some prosthetics. So we also have so many people that have amputation. My dream is, I hope
when Mero already go back home, for let we also able to make prosthetics without Mero. With the help of the new software, Jallo and Usman can now create below knee prostheses independently. We honestly never thought this project could become self-sustaining. But now it's working in Sierra Leone. We believe it can work anywhere. Ja, en weer van idee tot implementatie. En we hopen dat dit alleen maar verder gaat groeien. Ik ben heel trots dat ik hier mag staan, maar het is vooral te danken aan al deze mensen die hier op de foto ziet. Heel veel ondersteuning vanuit de MK-chirurgie gehad. Ja, ook vanuit de Raad van Bestuur die dit laatste project voor ons heel erg ondersteund hebben. Dus dat wil ik toch ook noemen. En heel belangrijk, de ondersteuning die wij ook steeds krijgen vanuit de financiële hoek. Hè. Bij innovatie moeten we soms ook creatief denken. En proberen structurele financiering te organiseren. En ik wou dat toch ook een keer noemen. Harold, Danny, Willibord. Enorm dankbaar daarvoor. Dat jullie daar zo actief in meedoen. En ons Maniac-team. Dank voor jullie aandacht. Ik vond het fantastisch om hier te mogen staan. Dankjewel, Lex. Volgens mij zijn we allemaal enorm onder de indruk. Laat ik voor mezelf spreken. Ik vond het echt spectaculair wat jij met je team allemaal doet en wat je bereikt. En het valt mij ook op, behalve de technische inhoud, ook dat het... Dat je ook een hele moderne manier hebt, volgens mij, van innoveren. Met heel veel samenwerking, heel veel maatschappelijke betrokkenheid. Heel veel mensen bij elkaar brengen. Ik vind het echt groot respect hoe je dat doet. Want volgens mij is het veel meer dan alleen maar techniek die jij en je team laat zien op deze manier. Ik ben onder de indruk. Dus, maar we gaan naar vragen toe, want er zullen ongetwijfeld vragen zijn van mensen. Dus ik krijg even de iPad van Marjolein zo. Voor mensen die thuis vragen hebben. Maar zijn er mensen in de zaal die wat willen vragen? Peter, jij zit volgens mij klaar. Peter Mulders, uroloog. Hebben we een microfoon of erbij? Die ligt hier. Even wachten. Peter, jij bent uroloog in het Radboud UMC en krijgt nu de microfoon. Ja, dankjewel. Thomas, spectaculair. Bijna exponentieel wat je aan het doen bent. Dus ik vraag me af, hoe doe je dat allemaal? Je hebt het net uitgelegd met het aantal mensen wat er zit. Ik heb wel eens een vraag over de manier hoe je dit doet. Hè. Het idee komt van de werkvloer, het is echt toepassing. Maar je zegt iedere keer, op een gegeven moment moet je met een bedrijf gaan onderhandelen om zeg maar door te gaan. Is dat nou de manier waarop je dat zou willen? Of zou je veel meer zelf in de hand willen houden? En wat zou je daarvoor nodig hebben om dat verder en misschien zelfs meer efficiënt te kunnen exploreren? Ja. Ik denk een hele terechte vraag waar ik natuurlijk de afgelopen jaren veel mee geworsteld heb. Je ziet het ook een beetje door mijn verhaal heen. Hè. Dus, waarbij we heel veel dingen uitproberen, samenwerking met bedrijven. Dat concept wat we verkocht hebben van die orbita-reconstructies. Dan denk ik achteraf, hebben we misschien niet zo goed uitonderhandeld. En ik denk dat dat ook precies is waar we heel veel behoefte aan hebben. Hè. We hebben nu die eerste BV gestart. Heel mooi, daar ben ik heel trots op dat het vanuit ons eigen team komt. Ook die softwareontwikkeling die we uitlicenseren, dat doen we zelf nu. Die planningen die we voor anderen verzorgen, dat doen we zelf. Maar wat ik nodig heb is ondersteuning. En ik denk dat het heel fijn zou zijn om bijvoorbeeld in zo'n Radboud Technologies dat samen te brengen. Hoe ontwikkel je nou een softwareproduct of een AI-toepassing, zodat je daadwerkelijk waarde toevoegt en dat op een gegeven moment of in een spin-off of aan de industrie kan verkopen, maar dan op een veel hoger niveau. Ik denk... Dat is persoonlijk en ik merk dat in de mensen waar ik mee werk, dat daar hebben we wel behoefte aan. Om die kennis met elkaar te delen en te bundelen, ja. Te centraliseren. Ook hier iets van een lerende aanpak, hoor ik je zeggen. Hè? Van we doen dingen, ook in het samenwerken publiek-privaat. En weten, ja, gaan evalueren, reflecteren of dat wel de goede manier is geweest en of het de volgende keer niet anders moet. Hè? Exact, ja. Voldoende, Peter? Ja, nou, of had je nog een vraag? Ik kan nog niet laten. Wij zitten binnen de European Reference Network. Dat is Europees gesubsidieerd. Ik vind dat ding praten, Peter. Rare diseases is met name bij kinderen de materialen die ze daarvoor hebben. Met de CE-certificering is dat een probleem. Daar is een grote subsidie voor gekomen om dat te realiseren. Merk je dat ook, dat die certificering lastig is? En met name bij kinderen? Zeker, ja, zeker met de nieuwe regelgeving merken we dat bepaalde producten verdwijnen. En dat het heel lastig is om op dat niveau te komen. Dus bijvoorbeeld Lars, die dat pessarium ontwikkeld heeft samen met de gynaecologie.
heeft enorm veel uitzoekwerk gedaan samen met de klinische fysici hier. Maar om op dat niveau te komen is enorm lastig. En dat is precies, die kennis zou je heel graag willen bundelen. En wanneer iemand met eenzelfde probleem, bijvoorbeeld u, komt, dat we daar met elkaar van kunnen leren en van kunnen profiteren. Ja, maar zeker met de nieuwe MDR. Moeilijk, hè? Want je bent op een gegeven moment, het zijn geen standaard producten die je brengt, dat juist de kracht zit in het personaliseren met in ieder geval de 3D-printing bijvoorbeeld. Hè? Dus hoe doe je dat dan? Moet je dan elk printding weer opnieuw? Of is nee, dat, methode in principe hoeft daar geen CE-certificering op. Hè? Dat zit allemaal in de nieuwe MDR-regelgeving. Maar het is heel erg afhankelijk van hoe ga je het product toepassen. En daar werken we dus veel met de klinische fysici samen, Erik Gelderblom met name, om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Want ook daar is nog niet voldoende duidelijkheid over hoe alles geïnterpreteerd gaat worden. Maar wij willen het als Radboud zo goed mogelijk, of als 3D-lab en als Radboud denk ik ook, zo goed mogelijk doen en proactief daarop inspelen. En daar denk ik dat we elkaar heel erg kunnen helpen. Nou, online komen heel veel complimenten binnen, maar nog weinig vragen. Misschien dat ze zo nog komen, dus dat nodig ik iedereen vooruit. Ik had er wel een vraag over de, als ik het ook hoor, hè, dat zijn het ook wel vrij complexe, of in ieder geval heel veel voorbeelden die je laat zien, zijn ook complexe, misschien ook wel hele dure dingen, die natuurlijk een stuk betaalbaarder worden op de manier hoe jullie het doen. Maar zijn er ook onderwerpen die jullie pakken, ja, een beetje die Pessaria misschien natuurlijk, wat je in Afrika doet. Maar zijn er nog andere dingen die je probeert om ook echt de grote vragen van bijvoorbeeld, gebit te maken voor hele lage kosten voor mensen of dat soort dingen? Ja, ik heb niet, nee, ik nou, neem al te veel tijd, maar ja? ik kan nog wel een uur verder praten. Maar inderdaad, dat is wat we bijvoorbeeld gedaan hebben met ons doelmatigheidsproject op protheses voor de ouderenzorg. Okay. Ja, waarbij we gekeken hebben, kunnen we dat versimpelen door patiënten volledig digitaal te scannen, een prothese op maat te maken, waardoor ze veel minder langs hoeven te komen. En een veel goedkoper product eigenlijk krijgen. Ja. En als het een keer breekt of slijt, kunnen we het gewoon opnieuw printen. En daar hebben we met doelmatigheid zeker aan. Niet alleen goedkoper, maar ook misschien wel minder mensen vraagt om te maken. Hè? Dat absoluut. Ook, ja. Dat ja, het schaars goed is. Ook met onze augmented reality technieken die ik vandaag niet heb laten zien. Ik denk dat er heel veel in bijvoorbeeld opleiding en mogelijk is, hè, waar ook het grote Dutch consortium over gaat. Hoe kunnen we nou mensen in de toekomst opleiden zonder dat het minder mankracht kost? Ja. Oké, de microfoon is erachter. Ja, dat is daar een vraag. Zeg even wie u bent. En Ik ben Piet van Kanthout, voormalig specialist ouderengeneeskunde. Mijn vraag is eigenlijk, de protheses die je 3D maakt, die passen natuurlijk veel beter als de handgemaakte, neem ik aan. Het gaat veel sneller. Maar hoe zit het met de complicaties? Zijn er ook veel minder complicaties, zoals decubitus en zo, die normaal gesproken bij protheses heel gemakkelijk ontstaan? Daar doen we veel onderzoek naar. Ik moet wel zeggen, we hebben een van de meest complexe landen gekozen om dit te doen. Hè, waar de stroom steeds uitvalt. Waar het ook lastig is om patiënten terug te zien. Wat we onder andere gedaan hebben, is een onderzoek met bewegingssensoren die we in de protheses of aan de protheses vastgemaakt hebben om te kijken of patiënten daadwerkelijk lopen. Wat we ook gezien hebben, is dat de vragenlijsten die we hier gebruiken niet van toepassen of niet goed mogelijk zijn in Sierra Leone. Hè, dus we hebben dat verder versimpeld. Eigenlijk met smileys gewerkt. En daar zien we wel uit dat deze protheses best goed werken. Dat we ook nog wel een verbeterslag te maken hebben. We maken ze inmiddels met carbon-reinforced materialen. Op een hele goedkope, minder dan $100 kosten deze protheses. Volledige protheses. Maar in Oekraïne gaan we het anders aanpakken. Daar werken we met veel nieuwere technologie, nieuwere printtechnologie. En daar gaan we precies dit onderzoek ook uitvoeren. Ja. Dus ik hoop daar binnenkort antwoord op te kunnen geven. Dank. Andere vragen? Daar is een vraag. Zeg even wie je bent. Gabriel Jansen, plaschirurg. In de plaschirurgie wordt ook veel gebruik gemaakt van 3D. Bijvoorbeeld in de craniofaciaal chirurgie, handchirurgie. Maar ook in de esthetische chirurgie. Vooraf wordt de patiënt voorgespiegeld hoe het zou kunnen worden. Maar dat kan ook anders uitpakken. Dus dan lijkt het een voordeel, maar het kan toch ook een nadeel wezen dat ze daarna denken van het is niet zo geworden zoals ik op de beelden gezien heb. Exact. En wat vindt u dan? Dan is het eigenlijk geen verbetering. Ik denk dat daarom is het zo belangrijk dat we niet volledig op een AI-algoritme vertrouwen, maar dat die kliniek en die klinische componenten bij. Dus hoe we het binnen de orthognathische chirurgie bijvoorbeeld doen,
We kunnen die voorspellingen doen. Onze chirurgen zijn inmiddels zo gewend om daarmee te werken dat zij weten hoe realistisch zoiets is. En die voorzichtigheid nemen we ook altijd mee in onze communicatie naar de patiënt. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is voor die mensen om een idee te hebben. En ja, wij nemen die voorzichtigheid daarin mee in de communicatie. Ja. Maar we zien dat het steeds beter wordt. Dus dat is, ik herken uw zorg. Ja. Nou, gelukkig zijn er ook heel veel jonge mensen in de zaal. En je hebt een vraag. Ik zeg even wie je bent. En stel je vraag. Elise, ik ben geneeskundestudent, tweedejaars. Ik vroeg me af, u had iets over duurzaamheid gezegd. En we zagen al die handleidingen in feite van waar moeten we nou boren en zulke dingen. En ja, daar ontstaat natuurlijk heel veel afval dan ook. Is dat, ja, misschien kunt u daar iets meer over zeggen, hoe u dan duurzaam probeert te worden? Ja, ook daar zitten we weer met regelgevingen. Dus we moeten zogenaamd virgin material altijd gebruiken als we medische producten willen maken. Dus het is een beetje lastig om het dat het eigenlijk direct uit de fabriek komt. Dus wat we met onze duurzaamheidsproject gedaan hebben, is samen met de Katkamer eigenlijk materialen omgesmolten. Samen met Robin Nijveld is dat. En die materialen kunnen we tot zo'n printspoel maken. En inmiddels kunnen we die eigenlijk heel erg mooi en goed printen. Onze printexperts hebben daarnaar gekeken. Een project met defensie, hè, zo'n armspalk zou je bijvoorbeeld heel mooi kunnen printen. Of als je met een militaire, we hebben printcontainers binnen defensie. Als je op een locatie zit waar niet veel beschikbaar is, kan je materialen omsmelten om daar printbare spoelen van te maken. En kunnen we bijvoorbeeld die spalken printen. Dus dat is eigenlijk met name ons project geweest waar we naar gekeken hebben. Maar wat we ook zien met de materialen, de afval van de Katkamer, kunnen we zoveel spoelen maken. Dan kunnen we bijna niet eens wegprinten op dit moment. We kunnen sleutelhangers voor iedereen gaan printen, maar dat lijkt me ook niet heel duur. Dat is ook wel overbodig, van verspilling. Dankjewel voor je vraag. Over jonge mensen gesproken, hè, want we denken, tenminste in mijn naïviteit denk ik altijd, als bij dit soort hoogtechnologische zaken, waar is Nederland? Waar staan we eigenlijk als land? Kun je daar eens over zeggen? En misschien ook over, zijn er genoeg mensen te krijgen die voldoende kennis hebben om dit werk te doen? Ja, ik denk dat wij als Radboud en als 3D-lab echt meedoen aan de wereldtop. Zeker binnen de mondkijk-aangezichtschirurgie is dat zo gegroeid. Maar ook binnen andere disciplines zijn we echt heel goed bezig, denk ik. Of we voldoende mensen kunnen krijgen, dat is zeker een zorg voor de toekomst. Maar iedereen die eigenlijk bij ons afstudeert wil heel graag bij ons blijven werken. Dus ik denk dat we op dat vlak iets goed doen. En met jouw enthousiasme en jouw toch wel moderne manier van innoveren, denk ik. Hè? Dat samenwerken over dat zal het ook wel snorren. Wat ik denk heel belangrijk voor die technische mensen is het heel interessant om die klinische kant. Hè? Als ik ook voor mezelf spreek, voor mij werd het echt een passie en interesse toen ik bij de spreekuren kwam. Ja. Toen ik op de OK meekeek. Toen ik ook de patiënt op de verpleegafdeling daarna zag, dan weet je waar je het voor daadwerkelijk voor doet. Ja. Je hebt een vraag. Zeg even wie je bent en stel je vraag. Dankjewel. Ik ben Johannes. Ik werk bij informatiemanagement. Sowieso heel inspirerend wat je vertelt. En wat ik me afvraag is, je noemde al kort iets over een container en je bent in Sierra Leone geweest. En maakt het de complexe zorg of juist schaalbare zorg toegankelijker en makkelijker bereikbaar voor zulke soort plekken? Worden die protheses bijvoorbeeld echt te plekken in Sierra Leone ook geprint? Hoe werkt dat? Ja, die protheses worden geprint. Dus het antwoord op jouw vraag is 100%. Doordat we software ontwikkelen, die we gewoon op een laptop kunnen runnen. De scanners worden steeds voordeliger. Printers zijn relatief goedkoop. Kunnen we dit juist op plekken doen waar je normaal gesproken dit soort zorg nooit zou kunnen leveren. Dus zeker, we kunnen het op veel meer plekken doen. Het belangrijkste is, dat printen is super mooi dat we dat kunnen. Dat scannen is hartstikke goed, maar die software en die kennis om die software te ontwikkelen, daar gaat het eigenlijk om. Dat is echt de kern om het daadwerkelijk toepasbaar te maken. En die kennis centraliseert zich ook dan? Of gaat die? Want je kunt met die kennis bij wijze van spreken de hele wereld bedienen op een gegeven moment. Hè? Dat hoop ik. Ja. Dat zien we met ons protheseproject. Ja. Hè? Dus dat is, de opschaalbaarheid wordt daardoor in één keer een stuk makkelijker. Heb jij een vraag? Ja. Hallo, ik ben Aagje, ook tweedejaars geneeskundestudent.
En ik vroeg me af over die mensen die uiteindelijk bevoegd zijn om hier nog meer onderzoek naar te doen. Blijft dat zeg maar bij de technische geneeskunde of gaan wij hier als geneeskundestudenten ook meer over horen? Ja, hele terechte vraag. Ik heb een tijd geleden met de Radboud Health Academy ook gekeken. We hebben technisch geneeskunde, maar kunnen we ook niet de andere variant geneeskunde, maar dan technisch doen. Waarbij eigenlijk gekeken hebben naar een keuzemaster. Om geneeskundestudenten die hierin geïnteresseerd zijn, met name ook dit soort technologie aan te bieden. Hoe doe je nou zo'n navigatieplanning? Waar moet je op letten? Loopt die OK's mee? Ik denk dat dat heel interessant zou zijn. Dus dat multidisciplinaire is volgens mij naar de toekomst toe enorm belangrijk. Die rol van die technisch geneeskundige is enorm belangrijk, maar ook jullie als toekomstige artsen is enorm belangrijk dat je meer van die techniek weet. Ja, van twee kanten de brug maken. Ja. Mooi, nou, volgens mij zitten al een paar kandidaten in de zaal. Zijn er nog andere vragen? Ja, daar is nog een vraag. Dat is denk ik dan de laatste. Heel goed. U zei net over een amputatie, zeg maar, beneden de knie, dat daar al zeg maar protheses voor zijn. Maar komen er ook protheses van die u dan gemaakt heeft met boven de knie? Ja, als je goed opgelet had, dan zat er één foto in al van protheses boven de knie. Ook die zijn we aan het maken. Ook daar zoeken we weer de samenwerking met orthopedische bedrijven om maar voldoende data te genereren. We zien wel dat dat iets complexer is, maar daar werken we samen met veel experts op dat gebied. En het mooie aan dit project is dat heel veel mensen graag met ons samen willen werken om die kennis te delen. Okay. Dus zeker, dat komt eraan. Nou, en volgens mij ben je bereikbaar voor alle goede ideeën met mensen die met jou samenwerken. Dus grijp die kans, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat ik echt niet overdrijvig zeg dat we een hele spectaculaire grand round vonden. En ongelooflijk onder de indruk van het werk wat jij met je team doet. Dus heel veel dank daarvoor, Thomas. En dank voor deze Radboud Grand Round. Voor nu, loop niet meteen weg. We hebben achter nog tijd of plaats voor een hapje en een drankje. En daar zijn jullie allemaal van harte bij uitgenodigd. En ik nodig jullie ook uit voor de volgende Grand Rounds. We zijn nog even aan het nadenken of er in de herfstvakantie in oktober ook een Grand Round is. Maar in ieder geval hebben we een heel ander onderwerp. Sander de Hosson, een longarts uit Drenthe. Ik denk wel bekend bij heel veel mensen, die zal dan zijn grand round houden over palliatieve zorg in de laatste levensfase. Wat dat betekent voor heel veel artsen en ook natuurlijk voor mensen om wie het draait. Maar voor nu, Thomas, nogmaals veel dank en een fijne avond voor jullie straks allemaal. Dank je wel.